Daar sta je dan. Helemaal alleen. Vastgeketend. Om maar meteen goed te beginnen, starten we direct met een opdracht. Hallo! Oh, ik was even aan het twijfelen. Het houdt niet. Het is 100, 100, 200. Iemand vertelt niet de waarheid, jongens. Ik heb er echt 2. 7 en 9. We hebben 5 minuten. We hebben 5 minuten om iets te doen. Kom jongens. Ja, wat? Jullie ja. Hebben een paar jokers. Ja, nog maar 5 minuten. Jullie? Nee, we hebben geen P. Hoe kom jij nou in het budgetplant? Ah, kut. Nou, dan moeten we verder, maar ik weet niet waarheen. Oh, maar dat was Martin, niet wat Anturium wat ik... is het niet. Dat is niet wat ik wil. Nog een ander idee? Wat is de waarheid? Ik ben 23 augustus 2022. Is het winkelwagenmuntje afgestapt bij Albert Heijn. Ik ben Isabel. Dat hoor je wel. Open. Ogen open. Maak je klaar om ze lekker wat te gaan eten en te gaan slapen. Een groep van 8 mensen die elkaar 24 uur geleden nog niet kenden, is gisteren begonnen aan een spel. De zoektocht naar de mol. En die zoektocht levert voorlopig gemixte resultaten op. Zo schieten de verdenkingen werkelijk waar alle kanten uit. Gisteren hoefde er niemand naar huis. En daarmee is de groep natuurlijk blij. Maar het is ook een soort gemengd gevoel. Want ze zijn natuurlijk nog geen steek wijzer geworden. De kandidaten reizen zuidwaarts richting België. Ze gaan naar Luik. De hoofdstad van de gelijknamige provincie ligt in het Franstalige gedeelte van België. Hopelijk gaat ze dat vandaag niet in de weg zitten. De kandidaten worden vandaag getest op hun uithoudingsvermogen en vertrouwen. Evenals hun muziekkennis en hun puzzelvermogen. Wat denkt het tot doen? Je kans is zojuist van 1 op 8 naar 1 op 4 gegaan. Maar dat is centraal dus, of is dat zo'n hele fout? Wie denk jij dat de mol? Het idee wat ik heb met Luik is dat het eigenlijk heel veel lijkt op Breda. En waarschijnlijk ga ik daar heel veel mensen mee beledigen. Maar ik woon in Breda. De winkelstraten zien er verdacht veel hetzelfde uit. Ja, zeer zo anders dan Nederland. En Luik was ik eigenlijk nog nooit geweest, alleen station. Het voelt aan een beetje als thuis. Oh my god! Nee! Oh my god! Bonjour! Bienvenue à Liège. Welkom in Luik. Tijd om even een nieuwe ronde van het spel te spelen. Gisteren hebben jullie nog allemaal geluk gehad en mochten jullie nog door. Ik kan jullie vertellen dat er vandaag verandering in komt. Vandaag zal er minstens 1 iemand het spel gaan verlaten. Okay. Zullen jullie zien? Een hele grote trap voor je. De grootste hier in België. Hij telt 374 treden. En vandaag is dat het speelveld voor jullie opdracht. Zoals jullie zien heb ik hier een waterballon voor. Met daarin waterballon. En 3 keer raden welke kant die waterballon op moet. Wow. Helemaal naar boven. Elke waterballon die aan het einde van de tijd boven is, levert 25 euro op. 25. Oké. Succes. Hoeveel mag er mee? Per kandidaat mag je er maximaal 2 vast hebben. Oké. Ja, oké, wat doen? Ik kan niet vangen, alleen gooien. Sowieso niet. Oké. Wij gaan vast naar boven. Oh nee, jij vangt hem.
Maar je zegt net dat je eerst de ballon moet gaan maken. Nou. Ja, maar je kunt hem met ballonnen omhoog. Ja, maar ik kan nu toch niks doen? Ik ga helpen met openpilken. Ja, maar we hebben niks aan. Dit is zin. Maar je moet toch omhoog met ballonnen? Nee, want die gaan we mee. Ik merkte dat JJ heel snel omhoog schoot. We waren eigenlijk pas mee begonnen. Want hij vertrouwde het niet. En we dachten eerst, ja, als we met z'n allen van beneden naar boven gaan, dan is iedereen back off. Dat gaat er niet werken. Oké, doei. Gaan we rusten. Rustig gaan, gewoon. Ja, het succes met de ballen. Energie, hè? Niet al te snel. Niet al te snel. Ik zou niet gewoon niet. Dan ga ik er niet. Hoe doe je dit? Oké. Okay. Vermoeiend, hè? Gaan wij een beetje mollen of niet? Of niet? Wat? Willen wij gaan mollen of niet? Nee, ik probeer het te gooien op z'n minst. Ja, gewoon even iets geks doen. Komt goed. Hè? Ik kan ze toch niet vangen. Oh, daar gaat er een. Wij het gooien? Ja. Ja, laat het gewoon proberen. Ik ben benieuwd. Oeh, ik heb hem! Nog een keer, nog één. Goed maar. Ja, het gaat goed. Oh. Ik breng deze alvast naar boven. Er moet iemand tussen blijven. Ja. Oh, ga je ze gooien of ga je ze geven? Ik heb liever geven. Nee, want ik kan niet gooien. Oké, goed zo. Ik zeg altijd, ik kan wel gooien, maar niet vangen. Fair enough. Alsjeblieft. Dank je. We hebben er nu 7 boven. Er is hier straks, zijn er 2 naar beneden gerold. Daar heb ik er eentje van kunnen redden en eentje is kapot gevallen. Hoezo, wie heeft hier dan naar beneden geraakt? Wat zeg je? Laten rollen. Waar... Nou, hij rolde gewoon hier, rolde ze echt 4 tegelijk. Oh. Maar we hebben er nu... Waarom leggen jullie dat op die paal dan? Ja, omdat het dan hier blijft staan. Het is handig om op de grond te leggen. Zou dat wel doen. Maar dan gaan ze ook rollen. Dit is schuin. Ik heb er ze allemaal zelf gebracht, want we doen estafetten. Oké, dus ook, maar ook die van Helga aan het begin en die van Nou, ik heb op een gegeven moment de hele tijd gehad dat er maar eentje kwam. Dus dan moet je even zeggen tegen die mensen daar beneden, dat er maar eentje, dat ze 2 tegelijk mogen. Ja, maar dat is ook zo, maar dan gaan ze kapot in de tussentijd. Oké, okay. Ja, maar daar gebeurt iets raars in het midden of ergens eerder. Oké, daarom ging ik even controleren wat er... Nee, snap ik, maar want ik krijg elke keer van Esther maar eentje. Maar zou jij misschien beneden kunnen kijken waar het misgaat? Ik denk ergens halverwege of in het begin. Ja, oké. Dan hou ik Esther in de gaten, oké? Oké, ik ga wel boven staan, dan mag jij op Esther's plek staan. Mag ook. Vind ik... Wat? Ja. Maar waarom wil jij nu boven staan dan? Ja, gewoon eventjes. Mag ik ook? Prima. Ja, hij wil graag boven staan. Ja, het zijn er nu 7. Hè? Huh? Nee. Kunnen wel doen, maar dan gaan ze toch kapot. Ze hebben net een naar mij gegooid. Hè? Huh? Ze hebben net een naar mij gegooid. Oh. Net. Vanaf waar? Vanaf beneden. Oh, is jij zelf? Ja.
Ja, Joris, er komt er nu weer maar eentje naar boven bijvoorbeeld. Ja, dat weet ik ook niet hoe dat kan. Er is er weer maar één. Maar waar gaat het dan mis? Wat? Ik vind het ook zonde van het lopen. Maar kun je... Ja. Ik heb het... Heb jij geen idee bij wie het nee, kan liggen? Nee, ik weet het niet. Ik heb misschien het idee dat misschien Esther iets geks aan het doen is. Ja, even, hoeveel waarden moesten er nou liggen dan? Ja, jij hebt er nog twee bijgehaald. Ja, dus dan zouden er nu... Maar er zijn er nu weer meer kapot. Hè? Maar daar hebben mensen erop gelopen, denk ik. What the fuck? Maar dat kan... Maar jij stond heel daarbij nu? Nee, want ik liep toch net naar jou? Ja oké, dus toen was er niemand, maar ik bedoel... Ja, maar dan kan er toch mensen overheen zijn gelopen, per ongeluk. Dat heeft misschien... Heel hek. Maar dat kan toch per ongeluk zijn gegaan? Ja, kan. Van dat er gewoon hier mensen lopen. Ja, ik zal er wel even bij blijven nu. Ja, blijf er maar bij. Moeten ze boven of beneden zijn dan? Boven. Ah, okay. Yes. Wij moeten echt boven blijven. Ja. Het is helemaal gebeurd, heel erg enthousiast, maar ik ja. Net rond naar beneden. Het is de... Laatste nou ja, het water is op. Zo goed als. Ja, ik dacht ook dat ze laag hebben gestaan. Ik was zo nu? Ze werden vertrapt. Ja, hij heeft gezegd vanaf dat de laatste boven zijn. Oh. Dus kluis, ik ga nu tellen. Oké. Okay. Maar ja. Oké. Okay. Hoe? Nu klaar. Ik ga ze niet zeggen. Ik ga het 22, lekker jongen aan jongens. Okay. Chill. Eenmaal beneden heerst er een euforisch gevoel. De kandidaten zijn namelijk blij met de 22 ballonnen die ze boven hebben gebracht. Keer 25 euro is €550 voor de groepspot. Maar dat euforisch gevoel duurt niet lang, want ik herinner ze even dat ik duidelijk heb gezegd dat er maximaal 2 ballonnen tegelijkertijd vastgehouden mogen worden. En aangezien Jan Julius alle ballonnen tegelijkertijd in zijn shirt heeft gehouden, betekent dat al deze ballonnen niks waard zijn. De groep verdient met deze opdracht €0 voor de pot. We gingen verdelen, dus om de 60 treden zou iemand staan. Dat heeft niet heel goed gewerkt, omdat er dan meer gemold kan worden. Ik heb bij de trapopdracht niet echt iets gezien aan de kant waar ik bezig was. Maar ik heb wel dingen gehoord dat er boven een en ander niet goed is gegaan.
Dus daar heb ik mijn focus nu wel even op gelegd. En bij de eerste opdracht was het heel erg chaotisch. Er gebeurde echt heel veel en er waren duidelijk meer dan één mol bezig. Uiteindelijk heb ik de ballonnen in mijn buidel gedaan. En ben daar toen mee gaan lopen. Niet eraan denken dat daardoor wij helemaal gedisqualificeerd zouden raken. Dus dat was jammer voor de groep. En tegelijkertijd vond ik het ook wel grappig en dat maakte mij wat verdacht. En ik dacht dat het wel aardig lukte. Ik stond een beetje onderin op de trap. Ik had volgens mij de meeste meters gemaakt. En veel ballonnen afgeleverd, maar toch. De opdracht ging helemaal fout en daar baalde ik wel heel erg van. Ja. Renate, tijd voor jullie volgende opdracht. Even een vraagje. Wie van jullie houdt er een beetje van muziek? Nou, dan wordt het een leuke opdracht, denk ik. Zometeen krijgen jullie allemaal apart 30 seconden van de muziekfragmentjes door. Die muziekfragmentjes hebben iets gemeen. Ik ben namelijk op zoek naar één woord. Of een overeenkomst tussen jullie. Maar jullie horen van elkaar natuurlijk niet. Wie welk lied hoort. Als de muziek voorbij is, krijg je 1 minuut de tijd om te overleggen en het goede woord aan mij door te geven. Dat doen we 5 keer. Per keer kunnen jullie 500 euro verdienen. Dus deze opdracht gaat voor 2500 euro. Succes! 3, 2, 1... Me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind, my brother. Too emotional, wounded soul. Het was een Frans poplied, ik kan geen Frans. Het was droevig. Okay. What? Best days of my life. Hold me, love me, I want you also. K3, oh ja, lele. Room 5 paralyzed. Soon I'll be 16. Liefde? Okay. Love, nee, van liefde. Ik voel van feeling. Oh ja, Lele, ik voel me goed deze. Doe het nog één keer. Goede emoties. Verliefd. Gevoel? Liefde. Verliefd. Nee. Liefde, gewoon verliefdheid. Of verliefd? Liefde. Ja. Hey, misschien is het wel gemakkelijk. Emotional, wounded soul. Ik weet dat zo soms gevoel? Ik gevoel? Ik voel me zo, voel. Ja. Ik voel me zo. Voel, voelen, voel. Gevoel. Gewoon zeggen? Gevoel. Gevoel. Helaas. Oh. Niet goed. Dan gaat hij aan in 3, 2, 1, succes! But the party was nice, the party was pumping. Hey, yeah. Yeah, and everybody had me on my way. Jij was zo lief en ik een stoere vent. Die tijd is snel. Oké, okay. Eye of a tiger. Baby shark, baby shark. Oh, de oude letter dags uit. Dieren. Ja, dieren. Ja, het kijkt diept. Doe maar door, tijd. Dier, ja, je lasje maar. Maar ja, animals. Dat kan in de jungle. Ja, dieren. Dieren? Dieren. Ja, 100%. Was dat toch? Ja. Dieren. Gefeliciteerd, die is goed. Ja. 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 Hij had de dunnies! 3, 2, 1, succes! So my head, up against the wall, over and over. Walked her home, then she took me inside to finish some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm okay, I want that in your way. Ed Sheeran, Galway Girl. Ik denk dat het George Ezra was, maar ver. Over and over again. Frankfurt Oder, origineel van Zuid-Blanden. I won't stand in your way. Ik hoor iets van You and I and Sunshine. Iets met liefde. Bluffs uit de landen had ik. Het is iets met landen, want ik had een paar Nederlands met me. Galway Girl, maar is het Franse woorden? Land, ja, land. Land. Don't stand in your way, land. 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 Way, zou iemand zeggen? Land. Nee, is don't stand in my way. Is het niet George Ezra heeft een nummer genaamd Budapest. Ja, land. Ja, het is een land. Een land. Land klinkt land. Land is een locatie. Of? Land? Land. Ik weet het niet. Een plek? Land. Ik vind het goed, land. Ik vind het is cool. Ja, zeker weten? Nee. Taal of land? Nee, als het zijn wel meer. Ik zeg land. Ja, land. Ik ga voor land. Landen of land? Landen, landen. Landen. Ja, maakt niet uit. Wat je land. Land is hem. Land. Helaas, dat is niet. Jammer. 3, 2, 1.
my head to the sorrow. Zie wat, zie wat jij ons gaf. Zie wat we kunnen. Waarom zou je dat doen van Niels' song? Ja. Je laat me niet los, ik laat je niet gaan. Waren toch goud, maar dan niet van Suzanne. Ja, ja, ja. Laying en also grow. Sorry, ik ben misschien wel dood van een Belgische zanger. Dood zijn? Nee, ik weet het niet. Oké. Liggen, liggen. Ja, liggen misschien. Want ik zeg, weg. Dus hij ligt in het gras bij mij. En je zegt, wat had ik? Nielsen, waarom zou je dat doen? Liggen, waarom laat je me nou zo liggen of zo? Het is wel iets met liefde. Liggen. Waarom zou je dat doen? Net zo tegen een muur praten? Hij ligt in het gras, dat heb ik. Bij mij ging het over weg van jou. Maar was het ja, oké, okay, even uit elkaar gaan. Break up. Ja, maar nee, break up. Toch goud. Ja, het zou break up. Ja, wie zei het? Break een break up. Break up. Nee, ik kom trouwens niet. Het zou te lang denk ik niet. Step right up. Don't stop believing. Tattoo van Lorraine. Ja, dat is Waterloo van Abba. Ja, licht en ook vallen en opstaan. Step right up van Jamai. Opstaan. Opstaan. Ja, opstaan. Nee, maar Eurovision. Ik heb Eurovision. Ik had Feels Like Magic. Ik hoor twee keer opstaan al. Ja. Het gaat niet om de titels, hè? Don't stop. Nee, ik vind Jamai niet. We hebben twee keer opstaan. Opstaan. Jamai heeft wel. Nee, idols. Maar, een talent show. Opstaan. Nee, zo abstract is het niet. Opstaan. Ik heb twee keer opstaan gehoord. Nee, dat is het niet. Nee, want het is geen Eurovisie song wat ik heb. Jij beslist, het is jouw laatste. Nee, dat was niet van mij. Ja, opstaan. Of winnen. Winnen, opstaan, winnen. We are the champions. Winnen. Die is goed. Yeah! Kandidaten, ik moet zeggen dat ik heb genoten van de hoeveelheid dansen moves die jullie hebben gedaan. Ja. Ik vond het echt heel erg indrukwekkend. En het is niet geheel zo'n succes. Twee goed, en dat verloopt 500 euro per. Dus dat betekent 500. En twee keer 1000 euro. Pot! Het enige wat me is opgevallen is dat aan het einde zei ik natuurlijk, oh, het is van het Eurovisie Songfestival. En Tijmen zei dat ook. Alleen toen ging Jamie daar heel erg tegen in, dus dat ging zo nou, dat is duidelijk mooi, want het is gewoon duidelijk antwoord. Maar toen uiteindelijk kwamen we door hem op het antwoord dat het wel echt was. Voornamelijk dat Esther en Isa best wel veel aan het woord staan voor mijn gevoel. Maar en JJ heeft twee keer een antwoord gegeven wat niet helemaal afgesproken was. Hadden we dus bedacht dat we zouden verdelen wie het antwoord zou geven. En uiteindelijk heb ik gezegd, op een gegeven moment wist ik het antwoord zo zeker, namelijk winnen, heb ik het gewoon geroepen. Ook al was ik eigenlijk niet de persoon die op dat moment het antwoord moest geven. Nou ja, wat wel verdacht was, is dat mensen heel erg graag bij de laatste Eurovisie als antwoord wilden geven. Terwijl er duidelijk niet alle nummers over Eurovisie gingen. De champagne staat er net niet koud, maar 1000 euro is toch wel weer extra mooi meegenomen, ja. Welkom bij jullie laatste opdracht voordat ik minder nieuws ga brengen. Maar dat is straks. Kennen jullie de ouderwetse schuifpuzzel nog? Die gaan we vandaag spelen met een levensversie. Zometeen gaan jullie allemaal staan. 9 vakken, 8 kandidaten. De bedoeling is dat jullie uiteindelijk in het juiste vak komen te staan. Je mag dus alleen naar de zijkant te bewegen, of naar voren of naar achter. Er mag maar één persoon per vak. In deze enveloppen, jullie krijgen er allemaal eentje, staat van één persoon waar die moet
staan. Dat kan jezelf zijn, maar dat kan ook iemand anders zijn. Zorg dus uiteindelijk dat jullie goed staan. Als iedereen goed staat aan het einde, verdienen jullie 2000 euro. Is dat niet zo, verdienen jullie helemaal niks. Oh. Yes? We hebben daar één extra vak aan de zijkant. Die mogen jullie 3 keer gebruiken. Zorg er iemand even aan de kant voor. Yes? Jullie hebben 10 minuten voor deze opdracht. Succes! Okay. We moesten in een vak van 3x3 staan, plus 1. En dan moesten we een soort schuifpuzzel doen, want we zijn met 8 en dus dan moet 1 iemand, dan kan maar 1 iemand naar het lege vak en zo door. En er was een extra vak waar iemand in kon staan, maar dat je maar 3 keer mocht gebruiken. 3, 2, 1, 10 minuten, start. Oh, hitje. Oké. Okay. Vak 4 is van Stan. Oké, Stan moet dus naar 1. Oh, Esther, jij staat al goed. Ik sta goed. Ja, ik moet naar 1. Esther staat goed. Vak 2 is van Martin. Oké. Ik moet dus zeggen, ik moet hierin. Zeg even iedereen waar wat er staat. Ja. Vak 2, Martin. Dat is van Helga. Ik sta ook goed. Esther staat goed. Jij kan dus. Ja, maar laten we eerst even opnoemen. Oké. Okay. Ivan, vak 7 is voor jou. Dat is hier. Dat is daar. Isa, dat is 9. Oké. Okay. Ja. Oké. Ik kan sowieso ruimte maken in het film door naar achter te stappen. Ja. Dan is er iets meer speelruimte. Maar we kunnen. Oké, doe dat maar eerst. Maar we mogen maar 3 keer gebruiken. Ja, maar hoe lang gewoon het omdat Esther al op de goede plek stond. Dus ik kon alleen een stapje op zijn. Daardoor hadden we heel veel schuifmogelijkheden. Doe maar. Ja? 1. Waar moet jij? Ik ben naar 7. Precies. Ga jij maar naar voren. Ja. Helemaal naar 9? Ja. Doe maar. Dan kunnen we hier nog wat gebeuren. Ja. Jij kan daar naartoe, oké. Okay. Ja, jij kan daar naartoe. Nu sta ik. Jij gaat daarheen. Nu sta ik goed. Ja, maar ik moet naar 2. Ik moet naar 2. Oké, als jij nu naar 6 loopt, dan kan ik naar. Ja, oké. Martin naar 6. Ja. Waar moet jij heen? Wie moest naar 7? Ik moet naar 7. Waar? Zeg je het nummer. 4, oké. Jij ook. Hè? Ja, en dan wisselen we dan. Ja, als jullie 2 teruglopen. Nee, jij moet dan maar. Jij, Martin, en dan als jij daar gaat staan. Dat mag niet, ik mag dan niet daar naartoe. Nee, dat mag niet. Maar ik mag alleen maar zo. Ja, precies. Kijk, ik mag alleen zo. Ja. Want, dat gaat niet. Als jij even daar gaat staan, dan. Waar moet Martin? Zijn dan weer. Bij 2? Waar moet zij zijn? 4. Dat kunnen we dan al. Martin moet dan even naar 6. Nee. Ik moet naar 2. Jullie moeten even 1 keer terug. 1 keer terug. 1 keer terug, oké. Ja. Niet te snel achter elkaar. Ik stap naar 2. Als je naar voren staat, dan stap ik naar voren en jij doorlopen naar 7. Ja, maar Martin had naar 6 gekund, zodat Stan naar 4 kan. Maar even terug. En dan kan Martin. Hij heeft terug naar 2. Laat hem het gewoon even doen. Ja. Ik ga naar 6. Jij gaat naar 6. Ja. Stan gaat naar 4. Ja, Stan naar 4. Dan kun jij naar 2. Jij moet naar 2. Jij moet naar 2. Dan mag ik hier vast. Ja, dan staat hij waar moet jij naartoe? Nee, niet zomaar gaan lopen daar. Dat mag zomaar niet, je mag niet zomaar teruglopen. Je bent zo gegaan. Ja, je moet. Ga even doe mij even voor de zekerheid. Ja. Oké. Okay, ja, okay. Ik ben 5-2. Ja, en jij moet naar 5, hè? Ik moet naar 5. Dus, okay, dus hier moet iets omgedraaid worden. Hier kun je nog zetten. Als jij eventjes zo. Ik moet naar 1. Staat jij goed van hier naartoe. Martin daar naartoe, dan ben jij vrij om naar 5 te gaan. Martin. En dan kun je weer terugdraaien. En dan kan jij terug? Ja, dan ga ik. Ik ga naar 1. Oh, jij moet naar 1. Ja. Maar als jullie even allebei als jullie allebei even naar voren gaan, dan kan ik gewoon hier naartoe. Ja. En dan weer terug. Waar moet jij naartoe? Ik moet naar 7. Oh. Oh, maar dan kan. Ja. Kijk even of het nu goed is. Is het nu al goed? Vak 4 is van Stan. Vak 2 is van Martin. Vak 6 is van Esther. Vak 5 is van Tijmen. 1. Vak 3 is Isa. 7 is van Ivan. Yes. Staan we goed. Goed? We staan nu al goed, jongens. Nice. Oh, wat goed. Jullie laten hem zo staan? Zeker. Ja. Zeker. Nee, laat even zien aan elkaar, jongens. Misschien niet iemand wel. Ja, laat het even laten zien. Ik ga nu controleren. Ja. Ah, maar er kan maar als er 1 iemand niet. Ja. Even checken. Even checken. Dat betekent dat 2 mensen hetzelfde vak moeten hebben. Ja, maar het niet uit. We kunnen het toch controleren? Het kost toch niks? Heeft niemand een 9? Nou, kom. Waar heb ik hem klaar?
Kijk. Ja. Vak 6 Esther. 6 Esther. Vak 6 Esther. Ja. Volgens mij klopt het toch? Ja, klopt. Heb iedereen elkaar in ieder geval een beetje gecontroleerd? Ja. Ja, ja. Ja. Okay. Staan blijven. Heb ik gezien, klopt. Ja. Oké. Okay. Volgens mij geven we het door. Ja. Ja? Ja. Ja. Dat was snel in ieder geval. Ja. De laatste opdracht van vandaag. Het schuifpuzzel. En jullie gaan toch redelijk snel aan een antwoord door. Wat was dan de juiste keuze? Als het goed was gegaan, 2000 euro. Voor de goedspot. Dat kan jullie vertellen. Goed gegaan. 2000 euro. Voor de pot. En dat betekent dat het nu echt tijd is. Gisteren hadden jullie geluk, maar vandaag niet meer. Maak je klaar voor test en executie. We kregen allemaal een envelop waarin van één persoon stond waar die moest staan. Toen dacht ik al, hier ga je niet veel kunnen liegen of mollen, want dat zou te opvallend zijn. Het was heel toevallig. Ik weet niet of het heel toevallig is, maar Esther stond toevallig voor dat vak, in het vak waar ze uiteindelijk moest staan. Dus we hadden haar gewoon naar het extra vak gestuurd. En zo hadden we twee vakken om te lopen. Ja, het was snel. Ik moet zeggen dat hij ging zo snel dat ik er niet zoveel aan heb kunnen zien. JJ kwam wel met het idee om de briefjes uit te wisselen. Dus daarmee kon je ook al ondervangen wat een mol een verkeerd briefje zou zeggen. Esther die ging wel meteen al op dat extra vak staan, terwijl ik niet eens weet of dat nodig was geweest. En daarbij wil ik heel best dat Esther pakte vrijwel als eerste de envelop en ging ook in het juiste vak staan. Dat vond ik opvallend. Het is tijd voor de test. 20 vragen over de identiteit en het doen en laten van de mol. Degene die de test het slechtst maakt, ligt uit het spel. Behalve de mol. Die hoeft nooit naar huis. Mijn plan voor de test is om te spreiden op 4 personen. Want ik ben beter in het uitsluiten van mensen dan in het verdenken van mensen. En ik heb 3 mensen voor nu uitgesloten, plus mezelf, dus dan zijn er nog 4 over. Ik dacht eerst, ik ga verhoudingsgewijs kijken van, die verdenk ik iets meer. Dan zet ik daar meer vragen op in. Maar toen bedacht ik me, maar die heeft het goed gedaan. Dus ik denk dat ik gewoon ga proberen om het gelijk te doen, gewoon om zoveel mogelijk kans te hebben om er nog in te zitten. Ik verdenk mijn hoofdverdachten op het moment zijn Tijm en Martin, maar ik ga proberen gewoon verdeeld in te zetten en daarmee ook vragen in te zetten op Helga en Ivan. Ivan kan ik niet zo goed peilen, dus het is beter om die mee te nemen dan die af te schrijven. Ik ga het spreiden tussen Tijmen, Esther, Isa en een klein beetje op Ivan ook. Mijn hoofdverdachte is Tijmen omdat hij heel onzeker overkomt. En ik heb eigenlijk vanaf dag 1 al heel gauw Tijmen in het vizier gehad. Omdat ik vind dat Tijmen eigenlijk nergens duidelijk antwoord op kan geven. Onzeker is, heel erg zenuwachtig was voor de test in de ochtend al. Terwijl de vraag was, ja, waarom toen al? Speelde hij dat misschien iets te overdreven? Ik heb besloten de test te spreiden op 4 mensen. Esther, Jan, Julius, Ivan en Martin.
Op die vier ga ik het zetten. En heel misschien nog één vraag op Isa. Maar dat is op wie ik ga spreiden. En ik ga het ook vooral statistisch doen. Dus ik ga nog, nog niet te veel focussen. De eerste test, die ga ik invullen op 3 personen, is de bedoeling. Op Isa, Martin en Jan Julius. Omdat die in mijn opzicht het meest gemold hebben. En dat ik daar gewoon een gevoel bij heb dat een van die drie het zou kunnen zijn. Dus daar ga ik me volledig op inzetten. En op vragen die ik niet weet, zal ik misschien nog wel stiekem een 4e of 5e persoon meenemen. Ik ga spreiden op 3 personen. Ik ga spreiden op Esther, op Tijmen en op Isa. Ik denk dat mijn 3 verdachten zijn. Al vlak ik Ivan ook nog niet helemaal uit. Dus als er vragen zijn waarbij ik twijfel, dan zet ik die op Ivan in. Nou, mijn hoofdverdachte is echt Esther. Dat zie je en voel ik aan alles. Dus daar ga ik voornamelijk op. Nu moet ik zeggen dat ik niet denk dat ik alle vragen überhaupt goed zou kunnen antwoorden als ik dat zou willen. Dus daardoor hoop ik dat de vragen die ik wel weet, die kan ik op haar doen. En spreid op Tijmen. Omdat de rest ongeveer wel goed komt. Ergens wil JJ ook niet van meenemen. Maar dat is dan misschien de vraag van de minister penningmeester kan ja doen. Dat heb ik tenminste niet. Nou, zometeen bij de test. Ik heb besloten om er 4 uit te sluiten. Waaronder mezelf ook. Ik heb besloten om er gewoon op 4 in te gaan zetten. Want ik denk dat dat goed is. En verder, ik heb heel veel geleerd. Maar ik denk dat op het moment dat die test voor me te zien is, dat ik al niet meer weet bij wie ik wat moest antwoorden. Dus dat ik maar gewoon... Ja, ik ga het wel op me af zien komen. Ik weet het ook niet. Maar ik heb in ieder geval de mensen in mijn hoofd waarop ik er in ieder geval 3 à 4 wel echt goed wil beantwoorden. Dus daar wil ik op letten. De 4 mensen op wie ik de meeste antwoorden wil inzetten zijn Isa, Martin, Ivan en Jan Julius. Want die komen op mij nog steeds het meest verdacht over. Of zijn echt van die moltypes. Ik zie het gewoon helemaal voor me. De dag waarvan je wist dat hij aan zou breken, is nu aangebroken. Zoals gezegd, gaat er iemand naar huis. En wat misschien opvalt, is dat jullie op dit moment met z'n 4 zitten. En niet met de volledige 8. Dat heeft een reden. Gisteren hadden jullie geluk. Vandaag niet. Degene die vandaag goed heeft geluisterd, heeft gehoord dat ik heb gezegd dat er minimaal 1 persoon naar huis gaat. Vandaag gaan er 2 personen naar huis. Uit iedere groep 1. Je kans is zojuist van 1 op 8 naar 1 op 4 gegaan. Wie van jullie 4 wordt een van de eerste afvallers? Tijmen. Gefeliciteerd! Jij bent door naar de volgende aflevering. Stan! Ook jij gefeliciteerd. Jij zit in aflevering 3. Helga en Esther. Dat betekent dat 1 van jullie 2 vandaag helaas het spel gaat verlaten. Helga?
mag afscheid nemen. Zo net heeft iemand al uit de andere groep het spel verlaten. En in deze groep zal ook iemand datzelfde lot ondergaan. De vraag is alleen, wie van de vier? Wie van de vier mag zich mengen in aflevering 3? En wie van de vier mag zich helaas eerst afvallen met iemand anders? Ivan, we beginnen met jou. Gefeliciteerd! Je zit in aflevering 3. Isa. Jij gefeliciteerd. Jij bent in aflevering 4. Martin en Jan Julius. Eén van jullie twee zal de dans springen. En zal meegaan met Isa en Ivan naar aflevering 3. De ander zal na een kort, maar ik hoop indrukwekkend avontuur, toch afvallen. Martin. Gefeliciteerd. Ja, Julius. Ja. Hij kan niet meer anders. Jullie mogen, je mag afscheid nemen van de groep. De andere is ook. Ja, Julius, de test, het slechts gemaakt helaas van de 8. Ja, hoe voelt het nou dat je hier staat en denkt dat het is voorbij? Ja, ik heb er vrede mee. Ik wist dat die ander het zo graag wilde en dat was echt een droom. En... ja, dan mag het eigenlijk niet. Nee, we hebben geen P. Nee, hoe kom je nou in het budgetland? Ja, nu heb je het goed gemaakt dan. We kunnen naar het casino, maar wat? Casino? Ik heb namelijk Holland. Ik ben Isabel. Dat hoor je wel. Hoeveel waarden moesten er nou liggen dan? Ja, jij hebt er nog 2 bijgehaald. Ja, dus we zouden er nu... Maar er zijn er nu weer meer kapot. Hè? Maar hebben mensen erop gelopen, denk ik. Ja, dat is niet handig. Oké, dus dan is het 699. Het is geen Eurovisie-song wat ik heb. Jij beslist, het is helemaal laatste. Ja, nee, dat was niet van mij. Voor mij is dat voor jaar de champion. Ja, opstaan. Of winnen. Winnen, opstaan, winnen. We are the champion.
Het was wel erg beladen, de sfeer. We moesten zelf, hadden we er invloed op. Ik heb geprobeerd zelf mijn invloed zo klein mogelijk te houden. Maar op een gegeven moment waren wij zo druk bezig met die bakjes dat we toch maar een tactiek bedacht hebben. Maar ik moet zeggen dat ik mensen heel moeilijk te lezen vond. En de mensen die ik vertrouwde, die zeiden allemaal tegen mij dat ze geld hadden. Ja, de opdracht mensenkennis, dat was echt een opdracht voor mij. Vond ik superleuk. Ik wilde eigenlijk per se met Martin in het team, want ik had nog weinig met hem gedaan en ik verdenk Martin wel. Merci beaucoup.